Dit is de Samsung F5000, traditioneel gezien bij ons een hardloper. Het is een LED-televisie, hij is Full HD en hij heeft 100 Hz. De Samsung F5000 is te verkrijgen in 6 verschillende maten. Hij is te verkrijgen in een 22-inch maat en heeft een diagonaal van 56 cm. Hij is te verkrijgen in een 32-inch maat en heeft een diagonaal van 81 cm. Hij is er in een 39-inch maat en heeft een diagonaal van 98 cm. Hij is te verkrijgen in een 42-inch maat en heeft een diagonaal van 107 cm. En zoals hij hier staat is de 46-inch maat en heeft een diagonaal van 117 cm. En hij is te verkrijgen in een 50-inch maat en heeft een diagonaal van 127 cm. De look and feel van de F5000 heeft een zwarte omlijsting, ongeveer een centimeter dik. En dat loopt ook helemaal door aan de onderkant. En in het midden heeft hij een druppel zitten met het Samsung logo. En de voet zelf is ook van pianolak zwart. De aansluitingen aan de linkerzijkant. Hij heeft een antenneaansluiting, ook wel KAI genoemd. De Common Interface, die kun je samen met je digitale abonnementskaart en de kammodule in de televisie steken, zodat je niet meer een kastje ronden hoeft te hebben, maar alles op één afstandsbediening kan bedienen. Hij heeft 2 HDMI-aansluitingen en in het midden heeft hij 1 USB-aansluiting om op die manier je harde schijf USB-stick erop te zetten, zodat je dus je foto, video of muziekbestanden direct op deze televisie kan afspelen. Verder heeft hij een SCART-aansluiting, hij heeft de component-aansluiting, hij heeft een koptelefoon-aansluiting erop zitten en hij heeft een digitale uitgang via optical voor bijvoorbeeld de Home Cinema Set. En aan de rechterkant zit gewoon de stroomaansluiting. Van nieuwe kabels. Je hebt namelijk 2 soorten kabels. 1 is om het signaal binnen te krijgen en 2 is om je randapparatuur aan te sluiten. Je kan de duurste apparatuur hebben, maar op het moment dat het bij de bron al misgaat, ja, dan heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Wij adviseren de Hirschmann kabels en dat heeft natuurlijk een reden, want ze hebben namelijk het kabelkeurlabel en dat houdt namelijk in dat je gegarandeerd goed beeld en geluid binnenkrijgt. Ja, we hebben natuurlijk alle onderdelen om jou goed op weg te helpen. De contactdoos, de splitter, de connectoren en dan natuurlijk de kabels in alle lengtes. En natuurlijk ook de signaalversterker. En deze signaalversterker is ook een splitter waardoor je meerdere televisies kan aansluiten. Voor bijvoorbeeld op de kinderkamer of de slaapkamer of misschien wel de keuken. En dan natuurlijk ook ontzettend belangrijk zijn natuurlijk de kabels voor het aansluiten van de randapparatuur. Wij maken gebruik van de kabels van Vivanco, simpelweg omdat het de beste zijn. Op de televisies van tegenwoordig zit natuurlijk veel meer dan alleen maar televisie kijken, hè, zoals internet, 3D, noem het eigenlijk allemaal maar op. En om te zorgen dat je deze functies kan gebruiken, moet je wel zorgen dat je HDMI-kabels up-to-date zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de SCART-kabel. Dat geldt natuurlijk ook voor de DVI-kabel om je laptop aan te sluiten. Optical voor het geluid van de Home Cinema Set. Coaxiaal voor het geluid voor de Home Cinema Set of Blu-ray-speler. En natuurlijk de componentkabel. En natuurlijk niet te vergeten om internet aan te sluiten, de LAN-kabel. Dus koop je een nieuwe Blu-ray-speler, Home Cinema Set of tv, oude kabels, weg ermee. Ja jongens, want waar breekt die ketting? Inderdaad, bij de zwakste schakel. Als je een mooie platte televisie hebt gekocht, ja, moet je hem natuurlijk niet op de voet zetten. Het kan natuurlijk wel, maar het mooiste is door een mooi plat aan de muur te hangen. En Vogels heeft voor alles de oplossing. Van de kleine televisie vanaf 19 inch tot en met de grote televisie tot en met 70 inch. Bij Vogels kan het aan de muur hangen. Kijk, platter dan dit kan toch niet? Maar lig jij in bed en wil jij de televisie gekanteld hebben? Ja hoor, ook daarvoor de oplossing. Maar zit jij in een ruimte waar jij vanuit iedere hoek televisie wilt kijken? Jawel, ook de oplossing. We kunnen hem helemaal van de muur halen. We kunnen hem naar rechts wenken. Nee hoor, we kunnen hem ook gewoon naar links wenken. Maar wil je hem gewoon ook weer even kantelen, doordat je op de grond ligt? Ja hoor, ook dat kan. Zeg het maar. En wil je hem mooi plat tegen de muur aan hebben? Dan kan dat ook. En wil jij de kabels mooi wegwerken? Aluminium, wit of zwart, de kabelgootjes. Kortom, maakt niet uit wat voor tv je hebt en hoe je hem zou willen ophangen. Vogels heeft daar altijd de oplossing voor.